Ja, ik ben Herman Swerink, ik ben PvdA-raadslid. Ik ben hier in Almelo denk ik al ruim 20 jaar lid van de PvdA. En ik ben er altijd heel erg bij betrokken geweest. Ik heb al eerder in de raad gezeten. Ik heb een tijdje voor Ruud Borgman de vervanging gedaan die toen ziek was. Dus wat dat betreft heb ik aan alle kanten van die PvdA en aan alle kanten van die gemeentepolitiek geroken. Want ik ben ook heel lang bestuursadviseur geweest van een gemeente. En daar deed ik regionaal heel veel met colleges. Dus vandaar. Kun je een voorbeeld geven van iets dat je 10 jaar geleden hebt bereikt? Dat is een mooie vraag, want dat is nu weer actueel. Was er een stemming over Horenbach. En toen hebben we gestemd voor de komst van Horenbach. En dat begint nu weer een heel actueel onderwerp te worden. Het heeft inmiddels 12 miljoen gekost, dat hele traject heb ik begrepen. Dat is wel interessant, hè, want we hebben gestemd, maar dat het zoveel geld zou kosten, dat wisten we toen nog niet. Dus ik zie dat nu met veel belangstelling weer tegemoet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik denk, dat hoor ik om mij heen wel, ja, dat ze het heel erg ingewikkeld vinden. Dat ze de procedures ingewikkeld vinden. Ook de automatisering, dus hoe kom je bij de stukken waar je wil zijn. Dat vindt men heel erg lastig. Maar ja, nu heb ik natuurlijk het voordeel, ik kom uit die wereld. Hè? Dus ik weet hoe ingewikkeld het kan zijn. En ik weet ook hoe complex de vraagstukken zijn op dit moment. Vanavond hebben we het gehad over asielopvang. Jullie waren erbij. Toen het ging om de crisisnoodopvang, toen was ik al bij betrokken. Statushouders, daar was ik al bij betrokken. Er waren toen allemaal onderwerpen die heel actueel en heel breed waren. Ja, dat is voor mij makkelijker te bevatten dan als je daar helemaal nieuw instapt. Voor welke onderwerpen zet je je extra goed in? Ja, ik vind duurzaamheid een heel belangrijk thema. Want dat heeft ook heel erg veel te maken met zelfredzaamheid. En dat betekent ook dat we moeten voorkomen energiearmoede. Dat is iets wat een heel belangrijk punt is. Maar ook van hoe gaan we ervoor zorgen dat we op een goede manier de energievoorziening hier in de stad gaan regelen. En duurzaamheid is niet alleen een onderwerp wat alleen maar over energie gaat. Maar dat heeft ook wat te maken met de prijs van die energie. En die prijs van die energie vindt zijn weerslag weer in de gezinnen. En als het in de gezinnen de weerslag heeft, dan betekent dat wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Dat leidt tot spanningen en stress. En dat kan allemaal leiden tot gezinnen die uiteenvallen en noem maar op. En dat moet je allemaal juist voorkomen. En dat is niet alleen met gezinnen zo, maar met bedrijven hebben we natuurlijk hetzelfde probleem. Wat zou je het bestuur van de gemeente Almelo de komende tijd willen toewensen? Wat ik ze met name toewens is dat we een leefbare stad hebben met elkaar, waarin het goed vertoeven is, en voor jong, oud, voor iedereen, en waarin de ontwikkelingskansen liggen voor iedereen, dat men zich kan ontplooien en dat men werk kan verkrijgen, daardoor ze kunnen participeren en zelfredzaam worden, dat zijn belangrijke stappen. En daar hoort natuurlijk vanzelfsprekend een heel scala aan maatregelen en aan duurzaamheid en Joost mag weten wat allemaal bij. Maar als we die randvoorwaarden kunnen invullen, dan zijn we, denk ik, heel erg ver met elkaar. Want dat betekent dat we ook wat moeten doen aan sociale participatie, aan sport en bewegen met ouderen en noem maar op. Het maakt me niet uit wat allemaal. Dan moeten we ook kijken naar wijkcentra als buurtkamers en noem maar op. Dat zijn belangrijke aspecten waarin Almelo echt zich moet gaan ontwikkelen om echt een hele mooie en goede leefbare stad te worden. Wat het nu eigenlijk ook wel is, maar er zijn verbeterpunten.